Ik ga een feestelijk diner bereiden. Een kiprollade met limoen, salie en knoflook. Hasselbeck zoete aardappelen met honing, mosterd en kaneel. En tot slot maak ik ook nog een frisse salade van groene asperges. Heb je nog nooit zelf kiprollade gemaakt? Ik zal het eenvoudig uitleggen. Snijd de kipdij in totdat je een plat lapje krijgt. Je neemt twee plakjes en die ga je aan de binnenkant even besmeren met die knoflook, limoenrasp en fijn gesneden salie. En dan rol je hem zo op. Nu gaan we er echt een rollade van maken en gaan we hem opbinden met opbindtouw. Leg de eerste knoop, leg die een beetje strak en vervolgens kun je nog twee of drie punten hetzelfde doen, zodat je een mooi rolladetje krijgt. In een scheutje olijfolie in een hete koekenpan braden we de kipdij rondom goudbruin aan. Nu gaan ze in de oven op 180 graden en in ongeveer 25 à 30 minuten is hij gaar. En ik heb gekozen voor zoete aardappelen. En die kun je natuurlijk koken, poffen, frituren, bakken, pureren. Je kan er eigenlijk alles mee. Maar ik ga ze bereiden op de Hasselbeck methode. Dat is leuk. Dan snij je ze bijna in plakjes, in de oven garen. En dan krijg je eigenlijk een soort van waaier. Kijk maar. Snij je een plakje aan de onderkant van de zoete aardappel af. Leg hem dan plat neer en aan beide zijden leg je een Chinees stokje. Zo voorkom je dat je helemaal door de aardappel heen snijdt als je er van die mooie plakjes in snijdt. We maken een mix van olijfolie, honing, mosterd en kaneel. We mengen dat door elkaar en smeren daar de Hasselbeck aardappelen mee in. Kan lekker de oven in, half uurtje zijn ze klaar. We maken een dressing van limoensap, olijfolie, zout, peper en een beetje verse tijm. Ik ben echt dol op groene asperges. Ik vind ze heel erg lekker, maar ze zijn ook nog eens een keer gezond. Ik heb een leuk trucje. Als je de onderste 2 centimeter er zo afsnijdt, dan kun je die asperges op een houten lepel leggen. En met een dun schiller schil je ze dan zo in hele dunne plakjes. En dan gaan ze in de dressing van de limoen met de olijfolie. Maar als je dat nou te veel gedoe vindt, kun je natuurlijk ook de onderste kant eraf snijden en hem dan in hele dunne ringen snijden. Meng vervolgens de groene asperges en de cherry tomaatjes door de dressing. Natuurlijk check je de juiste gaarheid van je kiprollade en je Hasselbeck aardappelen. En als het goed is, dan kun je het gerecht lekker serveren. Eet smakelijk!